De grote vos, tegenwoordig zeldzaam. Vroeger werd hij als schadelijk gezien. Zo massaal kwam hij voor. Hij overwintert als vlinder en leeft op allerlei loofbomen. Het groentje is onopvallend aan de bovenkant, maar de onderkant is prachtig groen. Hij komt vooral voor op droge heiden, dennenbossen enzovoorts. Hij overwintert als pop en komt uit in mei, juni. De rupsen leven op allerlei planten, zoals eik, berk en braam. Het oranje tipje. Dit is een vrouwtje. Daarbij ontbreekt de oranje stip. De eitjes worden meestal afgezet, vlakbij bomen, struiken of ruigtes. Veelal wordt er maar één eitje per plant afgezet. Het vrouwtje geeft dan een feromoonsignaal af. Dat weerhoudt andere vrouwtjes van eileg. Zeldzaam. De kleine paramoervlinder. Hij is direct te herkennen aan de grote en sterk glinsterende zilvervlekken op de onderzijde. De vlinder overwintert in het zuiden. De rups komt voor op viooltjes. Hier is je bezig eitjes te leggen. Een zeldzame waarneming. Let op. Daar komt er weer één aan. De eitjes worden gelegd tussen de grassen. En de rups kruipt dan naar de viooltjes. We zullen het nog één keer bekijken. Hier zie je de mooie zilveren vlekken. Op de akkerdistel zien we een klein koolwitje. Het groot dikkopje is echt zo'n vlinder die vaak over de kop gezien wordt. Het is een snelle vlieger. Het groot dikkopje leeft in allerlei beschutte, vrij vochtige graslanden en ruigten. De vlinders voeden zich met nectar van onder andere gewone braam, dophei en akkerdistel. De mannetjes voeren 's morgens vaak patrouillevluchten uit. 'S middags vertonen ze territoriaal gedrag. Oranje zandoogjes overwinteren als rups. De eitjes worden afgezet op grassen. Dit is een mannetje, te zien aan die zwarte geurstrepen op de vleugels, die hier ontbreken. Dit is een vrouwtje, oranje zandoogje. En hier vindt de paring plaats. Na de paring worden elke dag zo'n 10 eitjes afgezet. In totaal legt het oranje zandoogje zo'n 100 tot 200 eitjes. De distelvlinder. De naam slaat op de plant waarop in onze streken de rupsen vaak aangetroffen worden. De overwintering vindt plaats in de warme Zuid-Europese klimaten, waar in de herfst terugtrekkende vlinders tot in december eieren leggen op planten die daar na de herfstregens beginnen te groeien. Mogelijk zijn de vlinders zelf ook in staat tot een kortdurende overwintering. De groei van de rupsen vindt in de noordelijke streken alleen in de zomer plaats, waar 1 tot 2 generaties kunnen optreden. De distelvlinder is een nomade die voor iedere generatie naar een gebied trekt waar de vegetatie in volle groei is. De citroenvlinder vind je vaak langs bosranden. Daar maakt het mannetje inspectievluchten op zoek naar de vrouwtjes. De vlinder lijkt veel op een blad, zelfs de nerven vind je erin terug. Hij vliegt in 1 generatie. De eitjes worden gelegd op sporkenhout en wegedoren. Het bonte zandoogje is makkelijk te herkennen aan de botte vlekken op zijn vleugels. Hij heeft een hele lange vliegperiode omdat hij overwintert gedeeltelijk als pop, maar ook gedeeltelijk als half volgroeide rups. Deze komen later tot ontwikkeling, zodat er ook langer vlinders te zien zijn. Zijn eitjes legt hij tussen de grassen. Een bloemblauwtje, ook wel zilverblauwtje genoemd, zit hier op het boerenwormkruid. Dit is een mannetje. Mannetjes hebben een smalle, zwarte strook langs de vleugels. Dit is een vrouwtje. Je ziet het gelijk, het lijf is ook groter. Logisch, want het vrouwtje moet eitjes leggen en daar moet ook plaats voor gereserveerd worden. De vlinder overwintert als pop.
Hier weer een vrouwtje. Hier zie je heel goed die brede zwarte streep. We slaan een vrouwtje gade en bemerken dat ze eitjes wil gaan leggen. De eitjes worden gelegd op knoppen. De waardplanten zijn sporkenhout en klimop. Op het Jacobs kruiskruid treffen we de kleine vos aan. De naam die slaat op de vosbruine grondkleur van de vlinder. De vlinders overwinteren in holle bomen, holen, grotten en in gebouwen op koele en vochtige plaatsen. De groei van de rupsen kan vrijwel het gehele seizoen van lente tot in de late nazomer plaatsvinden. En er kunnen afhankelijk van klimaat en weertype 1 tot 3 generaties per jaar optreden. In Nederland is die zeer verspreid en wordt talrijk waargenomen. De Atalanta. De naam is ontleend aan de wetenschappelijke naam, die betrekking heeft op Atalante, de prinses uit de Griekse mythologie, die beroemd was om haar vlugheid en kracht. De begeerte naar goud werd haar noodlottig. De gouden vlekken op de pop zouden daaraan herinneren. De Atalanta kan overwinteren, maar de meeste zijn toch trekvlinders. De overwintering vindt plaats in de warme klimaatgebieden van Zuid-Europa, waar de vlinders in de herfst naartoe trekken. De soort benut vooral bossen, halfnatuurlijke graslanden, met name de plekken met ruigte daarin, grensvegetaties en pioniersvegetaties. De voedselplanten zijn verschillende soorten brandnetels. De dagpauwoog. De naam pauwoog slaat op de blauwe oogvlekken op de vleugels. En de toevoeging dag is voor het onderscheid met de nachtpauwoog, een nachtvlinder met eveneens opvallende oogvlekken. Die oogvlekken die hebben ze niet voor niets. Als nu een vogel pikt naar die ogen, dan gaat er alleen maar een stukje van de vleugel verloren. Als de dagpauwoog in rustpositie zit met gesloten vleugels en een vijand benadert hem, slaat je plotseling die vleugels open. En dan komen die ogen tevoorschijn. En dat is schrikken voor zijn vijand. Die vlucht meestal. Hier zijn twee dagpauwogen aan het balsen. De onderste, die snel met zijn vleugels trilt, is het mannetje. De bovenste, het vrouwtje. Het mannetje probeert het vrouwtje te verleiden tot een paring. De dagpauwoog is een gewiekste nomade die het landschap wijd verkent en verschillende ver uiteenliggende plekken benut voor respectievelijk overwinteren, voedsel vergaren en het leggen van eieren. De voedselplant van de rupsen is vrijwel uitsluitend de grote brandnetel. Hier legt hij dan ook zijn eitjes op. Het zwartsprietdikkopje. De vlinders zijn zeer klein. De zwarte streep van geurschubben op de voorvleugel van het mannetje is beperkt tot een heel dun lijntje. Vandaar de naam lineola, lijntje. De onderkant van de sprietknoppen is zwart. Het zijn ei-overwinteraars. De eieren worden in kleine groepjes bijeengelegd in de bloeiaren van schedes van dorre grasbladen, waar ze kunnen overwinteren. De gehakkerde Aurelia kun je overal tegenkomen op huisdrijden, zowel in Noord als in Zuid. Het is een overwinteraar als vlinder. Hij wordt ook wel zeevlinder genoemd. Het hooibeestje. De naam slaat waarschijnlijk op het schijnen van de vlinders dat samenvalt met het tijdstip waarop men vroeger begon met hooien. De wetenschappelijke naam Pamphilus betekent algemeen bemind en heeft mogelijk betrekking op het gebruik als indicator voor het bepalen van de maaidatum in de tijd van Linnaeus. Het hooibeestje overwintert als halfvolgroeide rups in het derde, soms vierde stadium. Op warme dagen in de winter is deze actief. Er is een opvallende variatie in groeisnelheid van de rupsen, vandaar dat je de vlinder in een hele lange periode tegen kan komen. Hij is niet zo opvallend, de meeste mensen kennen hem niet. Het landkaartje.
De naam slaat op het ingewikkelde landkaartachtige patroon op de onderzijde van de vleugels, dat we hier heel mooi zien. De vlinders zijn klein tot vrij klein. De voorjaarsvlinders zijn roodbruin, de zomervlinders zwart met witte band en enkele fijne bruine lijnen. Het zijn overwinteraars als pop. Ze zitten dan in de kruid- en struiklaag. De groei van de rupsen vindt in het zomerseizoen plaats en er treden 2 tot 3 generaties op. De opvallende eigenschappen zijn de korte rijpingsduur van de vlinders en de snelle groei van de rupsen. Bijzonder is dat de vlinders hun eitjes leggen in staafjes van 14 eitjes aan elkaar onder jong blad. Soms kun je deze vlinder, de oranje luzernevlinder, aantreffen op Huis ter Heide. We spreken dan van een invasie, dan is hij ook massaal te zien. De vlinders worden aangevoerd met warme winden vanuit het zuiden. De naam oranje luzernevlinder dankt je aan de plaats waar hij aangetroffen wordt, op luzerneakkers. De oranje vlek zie je eigenlijk alleen maar bij de vlucht, want de vlinders zitten nooit met geopende vleugels. Maar tijdens de vlucht is aan de bovenzijde duidelijk herkenbaar de oranje vlek. Aan de bovenkant van de vlinder zit een zwarte band. Als daar gele vlekken in zitten, is het een vrouwtje. Zitten er geen gele vlekken in, is het een mannetje. We zullen daar eens kijken of we even die oranje kleur kunnen zien. De oplettende kijker heeft al waargenomen dat dit een vrouwtje is. Witte vlekjes in de zwarte band. Dadelijk zien we het goed het licht er doorheen schijnen. Kijk ook eens naar die mooie groene ogen. Als je zo over Huis ter Heide loopt, kun je het Icarusblauwtje aantreffen. De naam is ontleend aan de held uit de Griekse mythologie, die verongelukte bij een poging naar de zon te vliegen. De blauw gekleurde vlinders, dat zijn de mannetjes. Het Icarusblauwtje is te herkennen aan de stippen aan de onderzijde van de vleugels. Het mannetje is blauw. Het vrouwtje is bruin van kleur, aan de bovenzijde. Hier zie je de bruine kleur mooi verschijnen. Meestal zit er een blauwe verstuiving in het midden. Het Icarusblauwtje is een rupsoverwinteraar. De rupsen overwinteren half volgroeid, verscholen in de strooisellaag. Afhankelijk van het klimaat zijn er 1 tot 4 generaties per jaar. De groei van de rupsen vindt in de nazomer en vroege herfst en in het daaropvolgende voorjaar plaats. Bij de zomergeneraties in de zomer. Het is een goede pionier die tevens als populatie duurzaam op kleinere terreinen stand kan houden. De soort komt voor in natuurlijke graslanden, half natuurlijke graslanden en pioniervegetaties. Hier vindt de eiafzetting plaats. Dit is het bruinblauwtje. De vlinders zijn zeer klein. De beide geslachten zijn bruin met een rij helder oranje vlekken langs de vleugelrand. Er zijn weinig verschillen met het vrouwtje Icarusblauwtje. Alleen de kenner kan het zien aan de stippen aan de onderzijde van de vleugels. Ook dit is een rupsoverwinteraar. De rupsen overwinteren half volgroeid in de strooisellaag. En de groei van de rupsen vindt plaats in de nazomer en de daaropvolgende lente. Een algemene vlinder is het geaderd witje. De naam slaat op de tekening aan de onderkant van de achtervleugel, waarvan de aderen door grijsgroene lijnen zijn afgezet, hier zeer duidelijk te zien. Ook op Huis ter Heide kun je hem overal tegenkomen. Het is een popoverwinteraar die vaak trekken. De poppen overwinteren tegen stengels, boomstammen en stenen. De groei van de rupsen vindt het gehele zomerseizoen plaats. En afhankelijk van het klimaat zijn er 1 tot meer dan 4 generaties per jaar.
De rupsen van de zomergeneraties kunnen in groentetuinen ook op enkele koolsoorten voorkomen. Van de drie koolwitjes is het geaderd witje de soort die het meest op vochtige plaatsen langs bosranden aangetroffen wordt. Hier vindt de pals plaats. Daarbij spreidt het vrouwtje de vleugels en steekt het achterlijf omhoog. Het mannetje zweeft eromheen en blijft eromheen fladderen, tot de paring plaatsvindt. De vlinders die hier hun balsgedrag vertonen zijn kleine vuurvlindertjes. Ze zijn zeer klein en vliegen op een flitsende, zigzaggende manier. De mannetjes vertonen vaak een sterk territoriaal gedrag. Het zijn rupsoverwinteraars met verscheidene generaties. De rupsen overwinteren verscholen in de strooisellaag en kunnen alleen goed vorst verdragen wanneer zij in het tweede, derde of vierde stadium zijn. De groei van de rupsen is tijdens het gehele seizoen mogelijk. Afhankelijk van het weertype kunnen er in een gematigd klimaat, net als we hier hebben, 1 tot 3 generaties optreden. De gehakkelde Aurelia leeft vooral in en bij bossen op vochtige plekken waar een vruchtbare bodem voorkomt. Wanneer de soort op een plaats opvallend constant aanwezig is, kan dit opgevat worden als een indicatie van landschappelijke gevarieerdheid en een bosrijke omgeving. De soort wordt vooral in de nazomer ook in tuinen waargenomen, maar treedt nooit talrijk op. Het zijn meestal eenlingen die je tegenkomt. We zijn op zoek naar de eikenpage. Vooral de vrouwtjes kan men vaak aantreffen in struiken van bloeiend sporkenhout, zoals hier. De naam slaat op de voedselplant van de rupsen, de eik. Het is ook weer een ei-overwinteraar. De eieren overwinteren op de twijgen van de waardplant en komen uit voordat de knoppen open zijn. De groei van de rupsen vindt in de lente en het begin van de zomer plaats. Het is een hele schaarse vlinder. Gelukkig neemt Natuurmonumenten diverse maatregelen in huis te rijden. Zo worden er open plekken gecreëerd. En er komt een ecoduct. Ook voor vlinders kan dit zeer belangrijk zijn. De vlinders die hier zitten te paren zijn bruine zandoogjes. Een zeldzame verschijning, tenminste in huis te rijden. De heivlinder heeft wel een bijzonder goede schutskleur. Hij is zeer moeilijk te zien. Hij leeft in verschillende vegetatietypen met een lage begroeiing waar een kale bodem aanwezig is. De soort is gebaat bij een beheer dat naar ruimtelijke variatie streeft. Hij kan gehanteerd worden als een indicator voor zeer schrale omstandigheden en open ruimte.